Leuk dat jullie er weer zijn. Hallo. Hi. Deel 2, welkom. Van ons jaaroverzicht 2020. Ja. Nou, het staat natuurlijk in het teken van inderdaad het laatste deel, Scandinavië. Ja. En toch ook nog een stuk Frankrijk. Dat komt eigenlijk allemaal door de lockdowns in heel Europa. Op een gegeven moment was Frankrijk weer eventjes open. Toen zaten we dus in Frankrijk. Daarna werd Zweden, of was Zweden al geel de hele tijd. Als enige nog steeds. Als enige. Ja. Dus hup, naar Zweden. En door de quarantaineregels kwamen we per ongeluk ook in Noorwegen terecht. Omdat we opeens daar naar binnen mochten. Ja, waardoor we toch Noorderlicht op de Lofoten hebben meegemaakt. De orka's niet te vergeten. Nee, en ook nog in Zweden dat het ijshotel en het helikoptervliegen. Ja, en eigenlijk weer een hartstikke leuk deel. Ja, en eigenlijk ook nog in de tweede helft de ontdekking van geocache voor ons. Ja, de eerste geocache, die was ook apart. En natuurlijk het einde van het jaar. Ja, dat was niet zo mooi. Maar goed, aan al het moois begint weer iets moois. En dus aan al het niet moois komt ook weer een eind. Juist, zo is dat. Nou, veel kijkplezier. Leuk dat jullie er zijn. En alvast de beste wensen maar, hè? Ja, en tot in het nieuwe jaar. En een gezond 2021, jongens. Hou dat vast. Doei! Ga je naartoe? Dat mag ook, hoor, de andere kant. Tim. Ja, daar word ik helemaal dronkig van. Jongens, wij zijn in bekend terrein. Bekend terrein. Vogelenzang. Vogelzang. We zijn weer aangekomen op de camperlocatie Pronsveld. Kijk, daar zitten de wespen. En wij denken dat het daar is. Ja, daar is. Maar daar gaat het niet. Nee. Zit het erin, dus. Ja. Dit is te gevaarlijk. Ja. Super, dat is een appje. Ja. Maar daar is niets. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Vanuit Founeau-Saint-Michel. En wij zitten hier lekker even te ontbijten voor de auto. Ik ga even tippen. En ik ga even een tip kijken, want die is heel erg mank vandaag. Ik zal het zo even filmen. Maar tijdens mijn ontbijtje zie ik een raampje opengaan van een busje. Waar wij naast staan. En volgens mij komt daar een emmertje uit. Met dubieuze inhoud, terwijl ik zat te ontbijten. Nou jongens, laatste stopplaats voor deze korte tour naar de garage. We zitten in Strepietjeu voor de kenner. Daar hebben we de scheepslift, de nieuwe grote en hier de oude. We zijn vandaag weer aangekomen in Rocroi. Maar, zoals jullie zien, is dit niet de camperplaats? Nee. Die stond vol. Kijk eens wat een mooi plekje we weer gescoord hebben. Stoeltjes erbij, rozeetje of zo. Magnifiek. Het is in de buurt van het plaatsje Mairie-sur-Yonne. Ja. En die rots daar, dat heet Rocher-Saussois. Goedemiddag iedereen. Oh. Wij zijn vandaag aangekomen in Meimak. We hebben nog één bewoner tegenover ons. Op onze wild plek. En dat is wel heel grappig om te zien. Jo maakt er een fotootje van. Echt zo van zo'n postertje, weet je wel. Ja. Maken ze dan zo'n plaatje van. Zo'n half begroeid. Ja. Oud huis. Leuk, dus we zijn aangekomen in Biron. Hier hebben we het uitzicht. Uitzicht op Do. Altijd leuk. Château Do. En dit is ook weer een camperplaats with a view, zullen we maar zeggen. En dat is nou zo leuk.
met zo'n klein wagentje. Je sjeest gewoon het centrum in. Het is anders nooit gelukt om dit plekje te bemachtigen. Van 1,5 meter. En je bent midden in het centrum van het plaatsje... Villarreal. Tip, die wil zo graag een hapje mee eten. Dat de dame achter hem totaal niet interessant is. Hey Tip, kijk naar het hondje dan. Nee hoor. Nee. Ja! Ja, Rick. Ja! Ga je omheen? Ik ga wel met een klein autootje rijden, maar hier houdt het op. Jammer! Wij staan op dit moment weer op een super mooi plekje. Wel een plekje wat geen camperplaats is. Barrage de Aiguzon, oftewel de Stuwdam. Bij Aiguzon, aan de ene kant heb je het meer. Andere kant van ons en deze kant is een heel stil plekje. We staan hier prachtig in het vak. Dan moet je kijken naar uitzicht over de champagne wijngaarden. Nou, wat wil je nou nog meer? De graanvelden. Ja, de silo. En dan daarachter de bossen. Mooi toch? We staan weer met onze vrienden. Helemaal alleen. Doei. Goedemorgen. 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 Ja. Hoe heet dat ding? De Bork, Bentheim. Bork, Slos. 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 Zijn we in Duitsland? Bratwurst. Schweinkabraat. Maar goed, daar komen we allemaal niet voor. Dag 1 van... Op jacht naar het Noorderlicht. Jacht naar het Noorderlicht. Hmm. Zou je hier nog niet zeggen? Beetje raar in Bad Bentheim. Maar goed, het is wel zo. Mooi plekje in de Abenra. Gaan even checken. In het plaatsje. En waar zitten we? Kerkhult. 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 Vlakbij het plaatsje. Maar er is geen plaatsje in de buurt. De conversatie moeten we even herhalen. Want mijn geheugen is natuurlijk al niet dat je zegt van goh, wat een geheugen heb je. Maar als aan jou dan wordt gevraagd. Kan je herinneren? Even goedemorgen tijdens het ontbijt. Kan jij je nog herinneren dat plaatsje waar we destijds geparkeerd hebben bij dat spoor met al die leuke huisjes? Heb ik me ontzettend lopen nadenken, foto's erbij gehaald. Nou, eindelijk weet ik het. En dan krijg je het hoor. Nou, daar gaan we dus niet heen. Ja, dat heb ik daar nou aan. Dat heb ik toch niks aan. Goed jongens, we gaan weer beginnen. De dag is begonnen. En we hebben nog geen plan waar we heen gaan. Je hoort het, we weten het nog niet. We gaan naar het noorden. Heb jij daar nou een slofje gepikt? Heb jij daar nou een slofje gepikt, Tip? Ga je nou lopen kwispelen op je rug? Heb jij daar nou een slofje gepikt? Hé. Hey. Oh. Lekker onderweg hoor. Beetje trucker. Hallo Leidjes. Hallo. We zijn in... Berg. Oh ja, Berg. Nou, het is alweer een mooi plekje. Ik film het wel ietsje mooier dan dat het in werkelijkheid is, maar er staat er nog eentje. Ja, oké. Mag, hè?
Dat is een heel mooi plek. Maar toch staan we heel mooi. Ja, het zit goed, hè? Jouw haar zit goed. Goedemorgen en welkom op ons ochtendpalaver. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. En we hadden het er net over van mensen vragen wel eens, wat is je plan? En we hebben altijd wel een beetje een richting. En het is ook niet zo dat we heel onbekend zijn hier, want het is nu al de 5e keer dat we in het Hoge Noorden rondrijden. En het plan, dit is hem aan te kijken, ja. Denk, tegen wie heeft hij het? Ja. Tegen jullie allemaal. En het plan is eigenlijk, ja, naar het noorden enzovoort. Bladibladibla. Maar het is natuurlijk een andere situatie, want Zweden is nu natuurlijk een beetje geïsoleerd. Want je kan niet naar Noorwegen, je kan niet naar Finland. En heel veel wegen heb je nou ook weer niet in het noorden. Dus wij zullen een beetje rond gaan trekken tussen Abisko... Wellicht, want dat is dan ook doodlopend eigenlijk. En is doodlopend. We willen daar hebben we nog nooit gereden. Wel de wildernisroute, die hebben we al een paar keer gezien. Maar je hebt één hele lange doodlopende weg in het midden van de wildernisroute. Ja, die sla je normaal gesproken over, want dan ga je weer verder naar het noorden of je zakt weer af naar de kust. En die is 190 kilometer. Nee, 140. Of 140 kilometer lang, doodlopend. En die gaan we wel ontdekken. En we hebben besloten eventjes op een uitnodiging in te gaan om een bakje koffie te drinken bij de firma RV Masters. Ja, die zit hier goed? Niet te ver vandaan. En die inderdaad, kilometer. Beetje 20, 30? Ja, 17 geloof ik. 17, moet je nagaan. Hè. Zo dichtbij. Goed. We gaan die kant op. Oh, ja. Rob en Ingrid. Ja. Dag. We gaan... Oh! Hé, hey, Pijnenburg, hè? De echte Pijnenburg. Nou, traditioneel. Goedemorgen, iedereen. We zitten in het plaatsje... Ik weet het niet. Rotham, zei je. Rotham, oh, ja. Rotham. Maar het is echt een gehucht. Ja, jongens, je kan wel zien waar we staan. Makret. Jootje. Wat hebben we vandaag op het menu staan? We hebben varkenshaas met champignonnetjes. Wauw. Bloemkool uit Zweden. Jo, uit Zweden? Ja, oh. Met een gekookte aardappeltje. Oh, ja, en een beetje jus. En een beetje jus. En een lekker wijntje erbij. Ja, man, wat een minuutje, joh. Jongens, verwacht nou niet dat je die berg beklommen hebt... uren, dat je een megaboom tegenkomt. Kijk maar. Dat is een lullig sparretje. Ik denk dat je... Maar daar gaat het niet om, hè. Ik zei net tegen iemand die hier was. Dat is een klein boompje. En toen zei diegene, dat is waar, maar met een grote geschiedenis schuldig. Nee, niet zo'n herrie maken. Dus kan ik toch die beesten niet filmen? Is nou eerlijk. Tip. Gaan we niet meer doen, hè. Hé, hey, gaan we niet meer doen, hè. Ben je nou weer vriendjes? Hé? Hey? Ben je nou weer vriendjes? Nou. Ja, hij is nog een beetje ontdaan. Goedemorgen. Het is 6:30. Even het uitzicht laten zien. Vanuit mijn bedje. Kijken. Dat is mooi, hè? Oh. Het is zondag. En wat was het verhaal zondags? Nou, let op. Croissants. Oh, dough. Lekker. Ja. Goedemorgen, jongens. Nou, het is weer een prachtige plek om wakker te worden. Kan niet anders zeggen. Echt fenomenaal, wat ik gisteren al zei. En het weer is ook opgeknapt. Strak blauwe lucht met verderop wel wat wolken. Maar ja, dat mag de pret echt niet drukken. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We hebben er zin aan. Zou Pim Fortuyn zeggen. Wat gaan we doen? We zitten nog steeds in
Kronox? Ja, gemeente Kropel, maar we zitten er wel 20 kilometer buiten, geloof ik. Nou jongens, waar we nou weer terecht zijn gekomen. We zitten in een gehucht. Heukland, Hoogland, maar dan een oom en omlaag. En het is dan wel geen Noorderlicht, maar het is wel mooi. Ja, we zijn even aan het werk, hè, jongens. Er wordt geprint. Even wat printen en dan scan ik hem in en dan mail ik het weer terug. Ja. Zo doen we dat. Een druk kantoor vanavond. Ja, leuk. Kijken. En Do is ook aan het werk, dus we hebben het druk. Yes. Kvaltjernarnas. Kvaltjernarnas. Is het natuurreservaat waar wij nu zijn. Ja, ik denk natuurlijk, je hebt toch een heel meer. Waarom zou je een emmertje vullen met je slangetje? Maar kom nou eens even kijken. Kabeltje. Even steeds mijn generatietje loopt. Dompelpomp meegenomen. Theoretisch. Theoretisch kan ik zelf mijn watertankje vullen. Zijn het echt werkzaamheden? Ja, kan ook wel, hoor. Ik denk dat het jaar is. Oh, er lag een beest in volgens mij. Ja, in Eland. Och. Zit je daar te smikkelen dan? Ja, vandaag hebben we nasi goreng à la dôme. Nasi goreng à la dôme. En met pindasaus, nasi, lekker. Groenten erin, augurkje, gebakken eitje. Oh, dat wordt weer smikkel en smullen. Weer een mooi plekje vandaag gehad. Gisteravond eigenlijk en gisteren Litjeberg. Toen we aankwamen. Litjeberg? Litjeberg, ja. Mooi hè, kijk eens even. Rick, waar ben je mee bezig, joh? Ik ben een lunch aan het maken. Heel jarig toch vol. Ja, onze lunch is een vrij intensieve lunch altijd. Wij beginnen altijd, we doen een ananasje erin. Snijd door de midden. Oeps, voor ieder een halve. Dan voor ieder wat lekkere druifjes. Meloentje, kiwi, appel. Ik gooi er nog een banaantje bij mezelf in. En met een scheut yoghurt erin. En klaar is Kees. En dat doen we iedere dag. Jongens, we staan op steken, Jok. Tootje. Goedemorgen. Het is zondagochtend. En? Wat hebben we dan? Croissants uit de oven. Goedemorgen iedereen. Wij zijn, of wij hebben overnacht in het pittoreske Sorselen. We zitten op het moment in Lapland. Waar zijn wij? Waar zijn wij? Daar zijn wij. Tootje, wat heb je nou weer gefabriceerd? We hebben vandaag een Caesar salad. Wauw. Sla, tomaatjes, paprika, kippie, ei, avocado niet te vergeten, parmezaanse kaas, tzatziki. Goedemorgen iedereen. Ja, we staan
net voorbij Jokkmokk. En hier hebben we gisteravond waanzinnig mooi noorderlicht gezien. Jongens, we waren net in Ritsum en ik zei wel, het is allemaal niet zo mooi. Maar met dank aan de manager van de powerplant die hier zit. We hebben echt geluk bij. Die gaf ons... kan je mijn licht uit doen? Die tevreden ik altijd. Die gaf ons een tip, rij naar boven tot aan de poort van de powerplant. En dan kan je naar rechts en dan kan je heel mooi staan. En dan heb je een uitzicht. Waar zit Tippy naar te kijken? Tippy die kijkt naar onze stamppotcirkel met worst en spekjes erdoor. Ja jongens, we hebben het besproken om te gaan vliegen morgen. 40 minuutjes naar Rappadalen. En hij staat ook klaar voor ons. En hij denkt wel dat het gaat lukken. Ja, het is niet helemaal zeker. Oeh, wacht even. Ik zet hem gelijk op de selfieknop. Ja, het is niet helemaal zeker. Want ze hebben het druk met de rendierhoeden. Ja. Met de helikopters. Dus de piloot moet tijd hebben. Maar hij dacht wel dat het ging lukken. Ja, ik denk het ook wel als we gaan betalen. Aangesproken door een mevrouw bij de bushalte. Hoor die mevrouw? Mevrouw? Ja? Weet u wanneer die bus gaat rijden? Vandaag niet meer. Oh. Nou jongens, we zitten in de helikopter. En Do en Jacqueline zitten achterin. I can hear you. En de piloot. Oh, great. Hebben we daar het mazzeltje? Hier is een mazzel in de camper! We gaan even gas tanken. Ja, dat is een aardig busje. Maar het is hier zo klein. Omdat we in allerlei soorten van bochten... Nou, we komen er wel. Anders haalt hij... Er hebben hetere vuren gestaan. Anders haalt hij het niet met de slang. Hey Luintjes, wat een verrassing, daar ben ik weer. Maar helaas, we kwamen tijdens het monteren eigenlijk kwamen zoveel leuke dingen nog tegen. Dat we jullie eigenlijk die niet willen besparen, of misschien mee willen lastigvallen. Dus we hebben besloten om de serie nog een klein stukje uit te breiden.
ik ga niet zeggen hoeveel delen, ik weet het eigenlijk niet wat ik nog tegenkom. Maar dat zien jullie vanzelf. Tot de volgende tip maar weer. Doei!